Best for Soil, bodemgebonden ziekten en plagen, praktische informatie. Hallo, ik ben Miguel en ik ben een plantenpatholoog, wat betekent dat ik plantenziekten bestudeer. In deze Best for Soil video vind je uitleg over wat bodemziekten zijn, hoe je ze kunt herkennen en waarom ze belangrijk zijn. Bodemgebonden ziekten en plagen worden veroorzaakt door levende bodemorganismen die de wortels, rizomen of stengels van planten infecteren. De bodem wordt bewoond door een diversiteit aan zeer kleine levende organismen. De meerderheid van hen is betrokken bij de afbraak van organisch materiaal en draagt bij aan de omzetting van organisch materiaal in mineralen, voedingsstoffen en organische stof, wat essentieel is voor de voeding van de planten en het behoud van de gezondheid van de bodem. Hoewel bijna al deze organismen gunstig zijn voor planten, kan een klein aantal ervan de normale functies van de plant verstoren en daardoor plantenziekte veroorzaken. Microorganismen die deze ziekte veroorzaken worden bodemziekte genoemd en de ziekte wordt geclassificeerd als bodem, aangezien de organismen die deze ziekte veroorzaken hun hele of een deel van hun levenscyclus in de bodem doorbrengen. Er zijn verschillende algemene symptomen die typisch geassocieerd worden met door de bodem overgedragen ziekte. Veel van de symptomen komen het eerst voor op de wortels of de basale stam, omdat dit de plantenorganen zijn die direct in contact staan met de bodem. Aaltjes veroorzaken lysis of vervorming van de wortels. Schimmels veroorzaken necrose, weefselrot of kankers. Sommige ziekteverwekkers hebben een direct effect op de kwaliteit van het geoogste plantendeel, bijvoorbeeld in wortelen. In andere gevallen koloniseren schimmels de xyleemvaten nadat ze in de wortels zijn gedrongen, wat leidt tot een verminderde wateropname en mineralenopname. Als gevolg hiervan ontwikkelen zich in een later stadium vergelingsverschijnselen of verwelkingssymptomen. Warme en droge omstandigheden versnellen de ontwikkeling van de ziektesymptomen. De symptomen kunnen verward worden met een gebrek aan vocht. Daarom is een juiste diagnose cruciaal om te weten of een ziekteverwekker verantwoordelijk is voor de symptomen. De diagnose zal een efficiënt beheer van de bodem mogelijk maken. Een probleem bij het herkennen van bodemziekte is dat in het beginstadium van de ziekteontwikkeling de bovengrondse delen van de plant, zoals bladeren of stengels, geen symptomen vertonen. Het is ook mogelijk dat bovengrondse symptomen niet worden weergegeven. Dit kan zich voordoen wanneer de ziektedruk niet te hoog is. Toch kan ook zonder duidelijk herkenbare symptomen de groei van het gewas worden verminderd en de opbrengst worden verminderd. In tegenstelling tot ziekten die via de lucht infecteren, waar de symptomen duidelijk zichtbaar zijn en waar het belang ervan soms overschat wordt, Wordt de impact van bodemziekte vaak onderschat omdat er niet altijd duidelijke symptomen te zien zijn? Wanneer de omstandigheden gunstig zijn voor de ontwikkeling van een bodemziekte, kan het hele gewas verloren gaan, wat rampzalig is voor de teler. Bijvoorbeeld Verticillium dahlia. Een schimmel die in de wortels doordringt en vervolgens het vaatweefsel van een vatbare plant binnendringt, veroorzaakt een verwelking en later de dood van de hele plant. Andere schimmelziekten, bijvoorbeeld Coletotrichum coccodus, kunnen de wortels van de besmette plant vernietigen, die dan niet meer in staat zijn om water en voedingsstoffen op te nemen. Als gevolg hiervan wordt de plantengroei verminderd en de opbrengst zal afnemen. Plantenparasitaire aaltjes kunnen ook leiden tot verlies van opbrengst en kwaliteit. Sommige aaltjes zijn gespecialiseerd in één gewas of plantenfamilie. Bijvoorbeeld de aaltjes, die alleen aardappelen infecteren. Andere aaltjessoorten zijn polyfaag. Dat betekent dat ze verschillende gewassen besmetten. De wortelknobbelaaltjes, de melodogine soort, behoren tot deze groep en veroorzaken problemen in een groot aantal gewassen in heel Europa. Met de uitfazering van methylbromide een krachtig chemisch bodemontsmettingsmiddel worden bodemschimmels en aaltjes weer belangrijker. Door de verliezen die worden veroorzaakt door bodemziekte wordt veel aandacht en inspanning besteed aan de inactivering en eliminatie van zoveel mogelijke ziekten in de bodem voordat een nieuw gewas wordt geplant. Om dit te bereiken zijn zeer giftige chemische ontsmettingsmiddelen of stoom in de bodem toegepast. Ontsmetting met behulp van deze methode is echter duur en schadelijk voor alle levende organismen in de bodem, met inbegrip van nuttige micro-organismen. De intensieve landbouw gebruikt de decennia lang chemische grondonsmetting, waardoor alle soorten leven in gecultiveerde bodems wordt verminderd, met een grote impact op de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem. Het is mogelijk om het leven en de gezondheid van de bodem te herstellen. Verscheidene maatregelen kunnen bijdragen aan het herstel. Of de handhaving van het vruchtbaarheidsniveau en helpen om uitbraken van bodemziekten te voorkomen of de ernst ervan te verminderen. Een aantal van deze maatregelen worden gepromoot door best for soil zoals toediening van compost en andere organische meststoffen, telen van vanggewassen en groenbemesting, anaerobe, grondontsmetting en biosolarisatie, die allemaal geschikt zijn voor toepassing in de praktijk.